Kijk, als jij zeg maar gewoon een paar kilo wiet moet hebben, dan hoef je maar één telefoontje te plegen hier. Ja? Je zit aan de Duitse grens en alles. Gaat het zo makkelijk? Hier gaat het heel makkelijk. Nieuws. Nou, Heerlen was al de armste gemeente van Nederland en nu ook nog eens de meest criminele stad van Nederland. Een nieuw dieptepunt voor Heerlen. Wat voor soort criminele activiteiten vinden hier zo al plaats in Heerlen? Wat vindt hier al zo krijg je, ik weet het. Kijk, als jij zeg maar gewoon een paar kilo wiet moet hebben, dan hoef je maar één telefoontje te plegen hier. Ja? Je zit aan de Duitse grens en alles. Gaat het zo makkelijk? Hier gaat het heel makkelijk. En hoe komt het? Hoe komt het? Ja, ik weet niet, dat is gewoon zo gegroeid hier. Wat voor criminele zaken doen jullie allemaal? Inbraak, kookdealen, alles. Okay. Drugs. Het is uitgekozen tot de meest criminele stad van Nederland. Dat klopt, ja. Wat vindt u daarvan? Ik vind het treurig dat het allemaal nog kan hier in Nederland. Wat vindt u er nou van? Van Heerlen? Bedroevend. Ik vind het gewoon bedroevend. Treurige stad, hè, dit? Heel treurig. Het is toch ook een ongelooflijk treurige stad, Heerlen? Ja. Ik hoor van heel veel mensen die zeggen, ja, ik vind Heerlen een hele treurige stad. Is het ook? Ja, waarom is het zo'n treurige stad eigenlijk, Heerlen? Ja, er is heel weinig te doen, dus jongeren gaan zich ook vervelen, hè? Dus dan is dat wel logisch, dan gaat het wel snel. Verdien jij wel je geld op de eerlijke manier? Ze zeggen van wel. Hoe komt dat er zoveel criminaliteit hier in Heerlen is? Geen idee. Ja, het is gewoon door al die buitenlanders. Ja. Komt het daardoor? Ja. 100%. Wat doen ze dan? Er wordt te veel gestolen. Vervolgens inflatie. Dat moet ik net horen. Vervolgens inflatie. Wij hebben geen geld meer, omdat alles naar hun gaat. Vervolgens wij moeten stelen. Heerlen was al de armste gemeente van Nederland. En nu is het ook nog de meest criminele stad van Nederland. Heerlen? Ja. Maar waar zijn die criminelen dan? Ik zie ze niet. Hoepelop. Maar hoe komt het dat het zo crimineel is hier? Ik zie geen criminelen. Dat is echt waar, meneer? Ja, echt waar. Het is hier echt gevaarlijk. Ja, en wie gelooft wordt zalig, hè? Op basis van onderzoek is gebleken dat hier de meeste criminelen per aantal inwoners zijn. Ik kan me dat niet voorstellen. Bent u zelf een crimineel? Alles ligt dicht bij de grens. Dicht bij België, dicht bij Duitsland. Dus de keuzes zijn makkelijk. Je zit in de buurt van Antwerpen. Ja. Dus je weet het wel heel goed allemaal. Ja, toch wel een klein beetje op zijn tijd. Nou, geniet nog van de business. Dat gaat zeker weten goed komen. De groet uit Limburg, hier gebeurt het. Hier zul je maar wonen. Top. Klik. Klik.